Yo, Efteling fans! En leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe journaal van de Efteling Journaal. Oh ja, en vergeet ook niet te abonneren. Nou, wij gaan deze journaal weer beginnen, want in de Efteling zijn ze nog steeds druk bezig. <tosses> nou, ik ga bij de eerste beginnen. De Baron was eerst in de onderhoud geweest voor een nieuwe schilder. Werk. Dus uh, de bron is weer hartstikke klaar en hij is weer open. De spookslot, die hou ik heel even apart, want is doen al de laatste van de video. En even kijken, jij bij de sprookjesbos, dat is ook een beetje hard aan het werk. Dus ik is even beginnen bij de sprekende papagaai. Want de papagaai is weer in onderhoud, dus. En het kan weer zijn dat we misschien weer weer terug open opengaan. <coughs> en nu over de sprookjesbos over heb. Het huisje van vrouw Holle, die komt weer terug. Ja, we hebben jaren over gewacht. Dus met al die coronatijd wou ze eigenlijk van plan om weer overnieuw op te bouwen. Alleen dat gaat heel erg moeilijk met de coronatijd. Dus nu kunnen ze weer. Even kijken, ja. Ja, bij de sprookjesboom Show. Ja, is er alleen maar één show van de Sprookjesboom, Er was eens, ja. Ja, er staat ook een huisje van Cabot Co. Want in de Efteling is Cabot Ook nog jarig, maar dan ook 70 jaar. En de Sprookjesboom was ook in onderhoud geweest. Dus uh, die is weer, weer compleet. En bij Ravenline, waar Raven ruiten zullen zijn, is ook weer open. Want er was een tijdje geleden ook geen onderhoud geweest. Ja, en natuurlijk. Er was ergens in de show is een ruiter gevallen van zijn paard. Uh, nu hebben we een andere acteur die, die gaat spelen. Maar ja. En even kijken, ja een volgt van Laaf. Ja, Hoe zou ik dat voor over zeggen? Ik vind dit heel leuk bij Efteling passend. Want uh, voor mij is het echt meer van speeltijden. En uh, ja, daar ja, ik ook nog even over zeggen, bij Sirocco, uh, is het ook alweer open, want het was ook weer onderhoud geweest. Omdat bij de Archipel ook bezig waren om de sp speeltoestellen weer. Wat anders te maken, alleen ik bij heel veel kinderen op de dak. Op de dak. Maar dat willen de Efteling niet. Maar ja. En even kijken hoor. Ga ik even op de platte grond. En ga alles even weer even afspieken. En natuurlijk jongens en de draak. Er was een klein brandje geweest. Maar die is gelukkig weer open. Maar hoe dat kon, dat weten we niet. Ze hebben niks over verteld. Maar ja. <coughs> nou, de allerlaatste, de spookslot. Eh, waar is die? Oh, nou. Vijf minuten maar ja, Nu ga ik even vertellen over de spookslot. Want de spookslot, ja, die gaat weg. En, ik, en nu weten we al wat in de plaats komt. De dansende macabre. Een dansende macabre? Een, ja, dat is de muziek. Van het postslot van, nee, weet je weet wel hè. <kluziek> ja, ik kom niet zo, ik kom niet heel vaak in de F clip omdat mijn F clip abonnement niet meer gelder is. Maar nu terug naar Dans van Cabaret. In 2024 gaat je open. Dus begin ik naar de de primaire wold van de opening van de Dans van Cabaret. 2024, alleen de datum, dat weten we nog niet. Ja, en ja, over ik Dance Macabre door één keer gesproken. Want dans op mijn Macabre, uh, dat is een hele leuke naam. Want ze gaat het nog extra spannend maken. extra mooi spannender. Spe misschien speciaal voor de horrorfans. Of misschien door de horrorkenner. Maar ja. Wij gaan deze video dan weer afronden. Vond je een leuke Efteling journaal. Um, morgen ben ik weer op dit kanaal. Dus er is maar één ding om te zeggen. En het is later.